Ik ben Martine Kooi, ik ben GGZ-agoog bij het VIP-team. VIP staat voor vroege interventie bij psychose. En dat betekent dat we mensen behandelen die een eerste of tweede psychose doorgemaakt hebben. Maar heel vaak zien we wel dat er nog een ander probleem onder ligt. Zo ben ik zelf behandelcoördinator van een meisje met ernstige psychotische klachten. Ik ging wekelijks bij haar op huisbezoek, vaak stukken met haar wandelen en dan ondertussen praten. Psycholoog zag haar regelmatig, ervaringsdeskundige zag haar ook regelmatig. Ondertussen hebben we ook diagnostiek gedaan omdat we bij haar dachten aan autisme. Dat is er ook inderdaad uitgekomen. Dat was voor haar echt lastig om te horen. Maar zo langzamerhand ging ze er toch wat meer naar vragen van hoe zit dat nu bij mij en wat betekent dat nou? En heeft ze echt dingen opgepakt waarvan ze dacht dat ze dat nooit meer zou kunnen. Ze heeft echt veel te verstouwen gehad, maar ze heeft zulke mooie stappen gemaakt. Dat is waar we het voor doen. Dat is echt heel mooi om te zien.